15 per uur. Volle gas is dit. En 597 per uur is dit. I can do this all day. Welkom op een nieuwe vlog. Bedankt om weer te kijken. Het is even geleden. Het is van de Zoete Grand Prix geleden, denk ik, dat ik nog een vlog heb gemaakt. Maar het is sindsdien echt pokken druk geweest. Ik heb speciaal weer een hele mooie herfstdag uitgekozen om jullie te vertellen over een nieuwe wagen. Vorige keer was de Q3 Sportback gietende regen. Vandaag weer de EQC 400 gietende regen. Ik doe dat er niet voor. Dat is België. Dat is herfst. Dat komt gewoon naar mij, dat weer. Dank u wel. God. Ik ga de rest van deze parlay trouwens in de wagen doen, want dit is eigenlijk gewoon niet leuk. Let's go. Ah, schitterend, hè? Top weer. Hoort. Niks. Motor is gestart. Dat is elektrisch rijden, hè. Alright, een range van 257 kilometer. Ik heb er ongeveer 70 te doen naar Mercedes Brussel. Oeh, speedbump. Hopelijk bibbert en beeft dit niet te hard. Ik heb er weer de gestabiliseerde 1635 F4 Canon lens op staan. Af en toe wil dat wel eens wobbelen. Wacht, ik zal eens laten zien. Dit is de setup. Kleine Manfrotto statief, vastgemaakt met de gordel. En dat is die 1635. Heel die matte box is er afgehaald. Ook mijn floepsie Sennheiser is weg om plaats te besparen, maar ook om het kader een beetje vrij te houden voor die GoPro, anders de hele tijd zo'n harige worst in beeld. Dus ik heb ook maar één kanaals audio, dat is mijn prikker. Die zie je hier, dat die werkt. Als die niet werkt of mijn batterij is een onderweg plat, dan heb ik geen audio meer. Alright, we zitten in een EQC 400. Dat is een premium SUV. Die is gebaseerd op de GLC C-klasse van platform. En er is toch wel vrij veel vergelijkbaars op de markt. Jaguar heeft een I-Pace, Audi heeft een e-tron, Tesla heeft een Model X. Oké, range, prijs, kofferruimte. Het is vrij variabel, maar ze zitten allemaal in die premium SUV-markt. Deze wagen heeft een batterijcapaciteit van 80 kWh en die kan daar volgens WLTP-normen 407 km mee bollen. En als je wil, is het ook echt een werkpaard. Je kunt optioneel een trekhaak bijbestellen en dan kan die tot 1800 kilo slepen. Het is ook permanente 4x4, twee elektromotoren, één vooraan, één achteraan, per as, een dedicated elektromotor. Deze wagen levert 408 pk en met die 4MATIC is het echt raket. 5 seconden naar 0 naar 100, 5,1 seconden van 0 naar 100. Maar vergeet niet, 0 naar 100 is zeldzaam in dagelijks verkeer. Dus dat is ook 0 naar 50, 0 naar 70. En dan is hij echt bliksemsnel. Want die elektromotoren die leveren instant koppel, die moeten niet op toeren komen. Dus dat is letterlijk van 0, bam, alles naar 100. En dat is heel leuk. Hulpsystemen aan, 120 en gaan met die banaan. En hopelijk geen aquaplanning, of weet hij daarmee om te gaan. Ja, en ik hoef het verder niet echt te hebben over rijcomfort. Dat is in orde, dat is een Mercedes, dat is net zoals die andere premium merken. Ja, je ziet dat, hè. Dat is prachtig afgewerkt. Daar zit hier een hele berg, hele leuke foefjes in. Flex, heel mooi dashboard, heel mooi in design. Advanced touchy, swiping, alles wat je wilt. Telefoon, navigatie, verwarmde zetels, multi-instelbare zet. Ja, alles zit daar gewoon in, dus ik denk dat we dat kunnen skippen. Ik wil het vooral hebben over dat elektrisch rijden, want dat interesseert me echt wel. En we zien dat die markt toch echt aan het groeien is, dat er meer en meer variatie en keuze is als je elektrisch wil gaan bollen. Maar met elektrisch rijden komen ook nieuwe uitdagingen, hè. Dat is een andere manier van denken. Er is een beperkte range. Je kan niet zomaar aan een tankstation stoppen. Je kan perfect thuis laden aan het stopcontact. Maar hou er dan rekening mee dat om van 10% naar 100% te laden, dat je 40 uur nodig hebt. 41 uur. Dat lijkt me niet echt haalbaar in een dagelijks gebruik. Want dat wil zeggen dat als je s'avonds thuis komt van een commute, je wagen is min of meer leeg, dat 40 uur duurt om die te laden, ja, dat is binnen 2 dagen. Dat gaat niet. Maar natuurlijk, als je de investering maakt in dit soort wagen, dan neem ik aan dat je ook wel gaat investeren in een deftige thuislaadoplossing. Dan kan je voor zo'n wallbox gaan, dat is 3-fase, 380 of 400 volt, geloof ik, wisselstroom. En dan kan je die wagen aan een veel hogere capaciteit laden en dan duurt volledig laden, 10% tot 100% laden, nog 11 uur. Dat is al bruikbaarder, want dat wil zeggen dat als je s'avonds thuis komt en niet vergeet van die in de stekker te steken, dat die de volgende ochtend wel terug opgeladen is. File en politie achter mij. Zou het Luc Allo zijn? Ah nee, die komen naar mijn auto kijken. Zou ik eens heel hard optrekken? Misschien houden die mij dan tegen.
Maar ze volgen niet. Man, dat bengelijk geweest. Maar 11 uur laden is natuurlijk nog altijd niet snel te noemen. Als je echt snel wil laden, dan moet je af van die wisselstroom. En in de meeste laadpunten, thuis of zelfs langs de weg, laad je met de wisselstroom. En die wagen moet dat intern nog omzetten naar gelijkstroom. Dus als je gelijkstroom meteen kan laden, dan doe je dat tweede klepje open, heb je die grotere sticker. Dat kan langs bepaalde autostrades, heb je van die supercharger-achtige snelladers. Dan kan je aan 110 kilowatt laden en dan is die wagen op een goed uur volgeladen. Jammer genoeg vind je die gelijkstroomladers nog bijna nergens en heb je de meeste kans om deze tegen te komen langs de autostraden op de grote trajecten. Deze EQC 400 is er vanaf 66.000 euro ex-BTW, dat is omgerekend ongeveer 80.000 euro voor de particulier. Onze testwagen heeft natuurlijk een heleboel extra's. Deze wagen komt dan ook op 76.750 euro ex-BTW en dan zitten we toch al ergens in de 90.000 euro BTW in. En dat is vergelijkbaar met die wagens die ik eerder ook al noemde. Je gaat altijd aan de juiste of foute kant van de 100.000 euro belanden voor een premium elektrische SUV. En dat is wel een pak geld. Verdien je dat terug op 5 jaar door elektrisch te rijden? I don't know. Reken bij deze bedragen dan ook nog de aankoop van een wallbox. Mercedes werkt liefst samen met EVbox. Die hebben een aantal oplossingen. En... wat? Mercedes? Nee, Mercedes. Ja. Ik heb helaas geen resultaten gevonden. Wat wilt u doen? Ik zou willen dat je niet meer antwoordt als ik Mercedes zeg. Wat zegt u? Hey Mercedes. Zegt u het maar. Vertel eens een mop. Berichten zijn op uw telefoon niet geactiveerd. Wauw. Lachen man. Billenklitser. Annuleer. Ga weg. Wat zegt u? Selecteer een bestemming door het overeenkomst... Hey Mercedes, stop! My god, jongen. Dit merk, waarvan ik nu de naam niet meer ga noemen, anders blijft hij mij antwoorden, biedt een volwaardige laadoplossing geïnstalleerd voor 1600 euro ex-BTW, dat is ongeveer 2000 euro BTW in. En zo'n laadoplossing denk ik toch dat je die best bij incalculeert als je deze wagen aanschaft. We hebben hier een aantal drive modes die we kunnen selecteren. Maximum range is maximum range, maar ook echt een slakkengangetje. Wat ik doe als ik kilometers moet doen, is hem op eco zetten. En dan kan je gaan spelen met die schakelflippers, die natuurlijk nu geen schakelfunctie niet meer hebben in die zin dat die niet meer door versnellingen gaan moeten schakelen. Maar die staat nu voor de mate van remkrachtrecuperatie. Dus we kunnen schakelen tussen D-min-min, D-min, D, D-plus. En als we dat hier ingedrukt houden, D-auto. D-auto gaat die zelf kiezen in hoeverre dat die gaat afremmen. Mijn favoriet is de D-min-min. Wat wil zeggen maximale remkrachtrecuperatie. En dan krijg je gaspedaal een beetje een dubbele functie, zoals we ook al zagen bij de Nissan Leaf met de e-pedal. Want dan kan je gas geven, maar vanaf dat je je pedaal loslaat, ga je wagen ook effectief afremmen en die batterij bijladen. Elektrisch rijden vraagt een mentality shift, sowieso. Iedere keer opnieuw heb ik terug last van die range anxiety van oei, 300 kilometer, 400 kilometer range, gaan we er wel geraken? Het verschil is natuurlijk dat als je met een benzinewagen rijdt, dan ga je ineens voor 800 of 1000 kilometer range in die tank gieten. Maar dat gebruik je ook niet iedere dag op. In dit geval, maak er een gewoonte van dat je je wagen s'avonds in de stekker steekt. Zorg voor een goede laadoplossing dat die binnen de 10 uur geladen is. En dan kan je iedere dag opnieuw die 400 kilometer afleggen, wat dat toch even een andere manier van denken vraagt. Dat hoeft niet zo'n range anxiety te zijn. Ik had het wel, ik had het toen ik hem ging ophalen en zei dat ik eigenlijk dat hij niet volgeladen was, dat hij maar 200 kilometer kon bollen. En ik dacht, shit, daar raak ik niet, ik raakte er wel. Ik vind de EQC 400 een donker hol. Conclusie, deze EQC 400 is een hele leuke wagen. Fantastisch om mee te bollen, stil, krachtig, veel ruimte. Mijn kinderen, mijn vrouw vinden allemaal een super toffe auto, die willen dat ik die gewoon direct koop. Maar ga ik daar niet op een gegeven moment mee langs de kant van de weg staan, al dan niet aan een snellader, en een uur moeten laden om op mijn bestemming te geraken terwijl ik dat uur niet heb. Die wagen moet ook als productiewagen kunnen dienen, volgestouwd met cameramateriaal om van punt A naar B, eventueel naar C en onverwacht nog naar punt D te rijden. Als je dan die range niet hebt en je zit in een productie en je moet zeggen aan je klant, sorry, ik moet even een uur gaan laden, moeilijk.
Maar voor alle andere gebruikers, voor huistuin, keuken, om mijn kleinmannen gaan halen, boodschappen doen, ik moet naar mijn werk op en af, ik heb een vast aantal kilometers dat ik weet dat ik ga doen. Wow, bangelijke wagen. Hey guys, bedankt om weer te willen kijken naar een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het leerrijk, amusant, interessant vonden. Ik zie jullie graag een volgende keer terug voor een nieuwe vlog, al dan niet met een nieuwe wagen. Vergeet niet te liken, dat blauwe duimpje omhoog. Subscribe ook op dit kanaal, dat dit kanaal ook kan groeien. Zit je met vragen, opmerkingen? Zijn er dingen dat je zegt van dat kan beter of uw content was niet correct? Je hebt onzin uitgekraamd, whatever. Laat het mij weten in de comments. Ik ga alle comments persoonlijk beantwoorden. Ik leer ook graag bij. Ik wil ook graag zien hoe ik deze vlog nog beter kan maken, nog aangenamer kan maken. Bedankt om te kijken. Volgende keer zie ik jullie weer met meer weer. Verdomme jongen, kut weer. Ah. Hey, goedemorgen.